Monika Geuze heeft op Instagram aangekondigd dat ze een drastisch besluit heeft genomen. Ze stopt met haar sieradenmerk Momo. Het afscheid noemt ze bitterzoet. In een uitgebreide post deelde Monika met haar volgers dat ze, na een periode van overweging, heeft besloten om te stoppen met Momo in de huidige vorm. Het avontuur en de successen waren geweldig, maar andere projecten vragen nu zoveel aandacht dat ze niet de benodigde tijd en toewijding aan Momo kunnen geven. Samen met een vriendin heeft Monika het Sieradenmerk opgezet, een droom die ze als zussen deelde. Ze kijken terug op geweldige herinneringen aan het opbouwen van dit mooie merk. Vorig jaar lanceerde Monika bovendien een lifestylemerk genaamd Sofia Mai. Naast haar ondernemersavonturen is Monika momenteel te zien als panelid in de Mestzinger. Echter, haar optreden heeft de nodige kritiek ontvangen, vooral na een opmerking over Lorette Schrijver die bij kijkers in het verkeerde keelgat schoot. Ook mediadeskundige Angela de Jong uitte haar ongenoegen over Monika als nieuw panellid. De titel van de tekst vat samen dat Monika Geuze stopt met Momo na een zorgvuldige afweging. De tekst biedt context over haar beslissing, haar andere projecten en het gezamenlijke avontuur van het opzetten van het sieradenmerk met een vriendin. Ook wordt aandacht besteed aan Monika's recente optreden in de Mestzinger en de daaropvolgende kritiek.